Hallo allemaal. Vandaag weer een nieuwe groepsopdracht. Nou, ik ben al op het vasteland. Luister, wat jullie moeten doen is proberen zo snel mogelijk bij mij te komen. Met de vlag van Noorwegen. In teams van drie worden de expeditieleden in kleine bootjes op de kust gedropt en daar is de Noorse vlag geplant. Daar vinden ze ook de coördinaten van een hooggelegen gletsjermeer. En aan de overkant van het meer zijn opnieuw coördinaten en die leiden hen naar de plek waar ik op ze wacht. Het snelste team wint. Zo simpel is het. En elke deelnemer van dat team wint 1000 euro. Yes! En de teamverdeling is als volgt. Amanda, jij speelt met Ron en met Claudia. Gerald, jij speelt met Dean en met Kim. Yes! En Paulien, jij speelt met Frederik en met Charlie. Oké, doe je best. Tot straks. Ja, Kim. We zitten allemaal box al bij elkaar. Yeah. Yeah. Ik heb nog nooit een teamopdracht gewonnen. Wij staan ik later. Ook niet. Elke keer een teamopdracht zit ik toch bij de groep die het niet wint. En bij de individuele wil ik me niet laten kennen. En dat ik denk ik wel mijn ranking wel vasthouden. Nee. Ik denk dat we allemaal wel gewoon dat geld kunnen gebruiken, toch? Op basis van de ranking zijn de expeditieleden dus verdeeld in drie groepen van elk drie kandidaten. En vooral Charlie, Dean en Claudia hebben dringend geld nodig, want zij staan onderaan de ranking. Oké, dat is niet bootjes. Alleen maar beter. En ze moeten zelf de reddingsboten opblazen voordat ze van boord kunnen. Nee. Ja, dat gaat niet goed hoor. Dat is wat zwaar. Wat is dit dan? Dat is klaar. Ik heb dan nummer 8 die staan, we zijn met z'n 9, hè. Maar dat is natuurlijk gewoon zwaar strategisch. De anderen denken dat ik een zwakke schakel ben. En dat vind ik wel fijn. Ik word liever onderschat dan overschat. Ik sta nu vierde. Ik ben ook wel bewust bezig met het spel en de rangschikking van waar iedereen staat. Want ik heb 1 keer al pegels staan vangen en dat is gewoon niet leuk om te doen. Wie wordt de kapitein van onze boot? Jij. Sailor! 1, 2, 1, 2 boot. Hij moet wel heel hard zijn, hè? Want hoe harder die is, hoe beter die makkelijk die vaart. Nee. Kut. Kom maar, nog. Moet ik weer gaan pompen? Kom maar, jongen. Jongens, dat is niet beter te doen. Ik moet alles maar pompen, hè? Ja, ik heb al langer gezien weer. Jullie misbruiken mijn goedheid. Nee, ik denk wel dat wij wel alle drie in de winning moeten zijn vandaag. Of niet, Gerald? Ja, ik wel. En ik ook, dus wij hebben er zin in. De boot van team 1 is klaar. Zij kunnen als eerste van boord. Om nu zo snel mogelijk naar de oever waar de coördinaten van het gletsjermeer hangen. Rustig. Anders zit hij vol met water meteen. Tas. Klaus. Ja, niks vergeten. Alle spullen moeten mee op de tocht. En omdat het in deze tocht om tijd gaat, moet ook de stopwatch mee. Hier, tas 2. Oh, fuck. Kijk uit, hè. Die valt die kan zo om. Kom erin. Kijk niet op. Hey. Dit was gewoon een teringtiefes kutboot. Nou, weet je, Amanda ging erin en ik ben blij dat we niet om zijn gegaan. Nadat we er alle drie in zaten. Oké. Hoe dan? Ik zit niet goed. We moeten omdraaien. We zitten verkeerd. Oh, wat een nerd zijn we. Dat was echt de flip van de eeuw. We zaten verkeerd toen we instapten. Dat is gewoon een halve minuut. Oké, dit is hem. Ja? Oké, okay, verder. Hey, roei! Oh. In! Trekken, schatje, je kan het! Draaien, kom op. Trekken! Ja, dat is geen beste start van team 1. En dan komen ze er ook nog achter dat ze een oriëntatiefout gemaakt hebben. En nu zijn ze veel te ver afgedreven. En op het zeilschip ziet de concurrentie ondertussen hoe het vooral niet moet. Als ze daar aan land gaan, dan zijn ze echt de sjaak. Want er zit gewoon nog allemaal water achter. Kijk, ze moeten naar links, ze moeten daar omheen. En zij zitten met de rug naar Toen en Claudia. Ik weet niet of Claudia het gaat zien. Dus jij moet een beetje navigeren. Ja. Zij moeten alles ontdekken en wij kijken gewoon waar ze lang rijden. Wij hebben helemaal... Ja, maar dat is steeds als je als eerste begint. Is het zo. Er was een stuk stenen waar we nog even omheen moesten. En dan baal ik ervan dat zowel de tactiek die wij hadden bedacht... met het ingooien van de tassen...
Het vasthouden van de boot met de lijn. En het omvaren, dat wij gewoon de weg vrijmaken voor de andere teams om dat gewoon een stuk sneller te doen. Nou ja, dat laatste, dat moet nog maar blijken natuurlijk. Feit is wel dat Ron, Amanda en Claudia pas na 9 minuten de oever bereiken. Nu snel racen naar de vlag en naar de coördinaten. Okay. Afgesproken dat Pauline alle tassen klaar zou leggen. Die moet veel reizen en die zat heel goed snel vertrekken, zei ze. Dus deze ook heel goed. Ze kon vanuit de boot met de lange armen al die tassen goed sorteren. En ook de tijd van team 2 is nu gestart. En wat klinkt het allemaal goed, die tactiek. Alles is doorgesproken. Heel profi. Dus je zou denken, dat gaat wel werken. Ja. Staat erin. 3-6. 3-6. 5-5. 5-0. Oost 0-20. Ja. 1-2. Ja. 1-7. 1-7. Punt 0. Punt 0. En hun tussentijd, die laten ze achter voor de andere teams. 10-51. Aha. Oké, okay, lopen. Mazzel, kom op. Waar moeten we heen? Ik heb de GPS. Ah. We moeten die kant op. Okay. Kijk jij het even? Eén veldfles die zorgt ervoor dat ik, met dat ik mijn paddel terug wou trekken, dat ik niet hoog genoeg kwam. Dus met het terugtrekken kreeg ik niet uit het water getild. Dus die tas die zat te hoog. Gelukkig trok Pauline toen die tas en toen heeft ze met één hand verder geroeid. Toen kon ik ook weer kracht maken. Kijk, die achterkant. In deze opdracht heb ik me dan iets meer in de achtergrond gehouden, omdat ik heel erg erop vertrouwde dat Pauline en Frederik heel goed weten wat ze doen. Het zijn ook allebei hele sportieve mensen. Amanda, Claudia en Ron zijn onderweg naar het Gletschermeer. Maar een GPS lezen, dat is nog een hele kunst. Waar is die pijl dan? Hij gaat die kant op. Klein, rechtdoor. Zie je het zeker? Misschien is het wel een shortcut. En na 6 minuten roeien komt team 2 aan land. Dean, Kim en Gerald gaan als laatste van boord. Ah. Ik kom die kant op. Ik ga nu op die feest zitten. Ik kom tegen onze billetjes. Doe maar lang. Kijk, jij dat voorzichtig? Komt ie. 3, 2, 1, go! Daar. Ja? Komt ie. 0. En ook team 2 laat zijn eerste tussentijd achter op het papier. Team 2. Team 2. We zijn 4 minuten sneller dan team 1. Dus dat is best netjes, denk ik. Als we dat nog met hiking kunnen inlopen, dan denk ik dat het heel, heel mooi is. Maar ja, we weten natuurlijk helemaal niet hoe team 3 het gaat doen. Dus het blijft altijd spannend. Wij hebben een tactiek besproken van tevoren. Dat wij vooruit zouden varen. En dus niet in die zijkanten zouden gaan peddelen, maar we zouden echt bij wijze van spreken gaan raven. En dat is een goede keus, zo lijkt het. Want team 3 is al bij de oever. Hey jongens, tas open. Yes! 6 minuten 11! Yes. Bam! Bam! Oké dan! Woo. Ik wist het, jongen. Ik wist het. We hebben nu, geloof ik, 1,5 minuut op de tweede en ruim 4 op de derde plaats. Dus dit gaan we niet meer afgeven. Vandaag gaan wij voor de winst. We gaan de tijd niet verliezen. Kom, 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 kom. In dit team stippelt Frederik de route uit. En slim als hij is, ziet hij een gouden kans. We gaan hier omhoog. Ja? Deze berg die had allemaal haarspeldbochten omhoog. Maar je kon ook middendoor afsteken. Het zag er niet echt begaanbaar uit.
En zijn rechtsaf gegaan en recht omhoog in plaats van die haarspeldbochten te volgen, het pad af. En dat was echt wel een hele mooie bitchtocht. Het is eigenlijk één grote, hele lange, steile trap. We liepen dan in één rechte lijn zo steil omhoog. En het was de eerste 5 minuten, dat ik ook gelijk van, oh, dat wordt een pittig dagje. Oh. In de eerste 5 minuten dacht ik, ah, oh, fuck man, dit is echt fucking zwaar. En in team 1 heeft een ronde GPS. Hij kiest ervoor om het gewone pad te volgen. Nou ja, gewoon. Oh, ik kan niet meer, jongens. Het was zo'n heftige klim. Ik was helemaal kapot. En ook niet zo gewend om zo hard af te zien met mijn lichaam en fysiek. En ik weet ook niet of dat echt me is, of ik dat ben. Ja, wel een meertje. Wacht even, kunnen jullie mij voortrekken, want Claudia is niet de familie. Trek mij vanmorgen, klaar, kom op. Een hele pittige trip. Ontzettend afgezien de berg op. En omdat ze hebben afgesneden, komt team 2 als eerste bij het Gletschermeer. Met satanisch genoegen laten ze hun tussentijd achter voor de andere teams. Heb je pen bij de hand, ja, Plien? Tijd is 55-14. We zijn eerder. Ja, we zijn eerder, ja. Nou, dat was wel lekker, want je was natuurlijk team 2. Nou ja, dan schrijf het als eerste erop. Dus dan ben je wel, dan ben je wel al de voor, zeg maar. Oh, ja. Sorry. Maar ook team 3 neemt de shortcut. En bij de eerste tijdmeting lagen zij aan kop. En ze doen er alles aan om zo snel mogelijk boven te komen. Nien is er al, kom. Ah, kom op! 1, 2. Op mijn benen, kan niet meer. Kom. Even wachten, even wachten. Even wachten. Het is zwaar, jongens. Het is zwaar. Oh, benen. Kom op. Volgens mij is het niet heel slim geweest. Volgens mij is het gewoon sneller geweest om een pakje te pakken. Maar we kunnen pas. Is het slim geweest, jongens, denk je dit? Ja, moet door, hè? Ik denk niet dat die anderen stoppen. Oké. Okay. Kom. Kom, doorlopen. Oh, jongens. Mijn kont is nog nooit zo strak geweest als nu. Kom op. Het kan nooit zo erg worden als net. Gaat hij dan goed? Dan blijven we gewoon dit ding volgen. Ja, gewoon dat ding volgen. Maar GPS lezen lijkt niet Ron's grootste talent. Nee, dit lijkt me sterk dit. Oh, dat fijn. We zijn de weg kwijt. We're lost. Ik zeg, we proberen het. We proberen het bruggetje. Als het fout is, is het los. Oh, die ander gewoon ingaat. Ja, niet normaal. Ja. Zo goed, hoor. Om aan de overkant te komen, moeten de kandidaten hun eigen packraft opblazen. En absoluut noodzakelijk is ook een dry suit. Want de bootjes kantelen makkelijk en het water is ijskoud. Zo de wind. Ja, mijn rug. Aan mijn benen. Mijn enkels, jongen, is verzuren. Moet je even kijken waar we naartoe moeten? Ja. Huh? Kan toch niet, jongens? God, tyfus, pleuris. Maar ik weet niet wat het is met mijn enkels. Mijn enkels gaan gewoon op slot. Heb je ook nog die tas die je amper op je fucking rug krijgt? Man. De Claudia proberen. Eén ding, ik kan niet begrijpen dat mensen dit voor vakantie doen, hè? Of voor plezier, hè? Ja, moet je een duimpje geven of red je het wel? We hebben even dichtbij, als je wil. Oude voetballer. Ja! Mijn benen krampen. Krampen. Ah, ik heb krampen. Kim, ik doe liever jou, hoor. Oh.
Oh, ik wil hier. Kom op, lopen. Na lang zoeken heeft Ron eindelijk de juiste route gevonden. En team 1 komt als tweede aan bij het Gletschermeer. En onze tijd is 1 uur 58. Maar er staat hier 55 minuten. Nou, dat is wel raar. Kan toch niet? We hebben toch geen uur omgelopen? En dan baal je gewoon ontzettend dat zij er eerder waren. Maar wij gingen gewoon mis. Wij liepen verkeerd. En ja, dan mis je gewoon heel veel tijd. Weet je, het enige wat je kunt doen is gewoon snel die boot opblazen. Snel die wetsuit aan en gaan. Jongens, we zijn niet het laatste. We zijn het tweede team. We hebben wel iets langer erover gedaan dan het eerste team. Maar we zijn wel het tweede team. Daar is Charlie. Rob. Oké, Charlie. En daar is team 3. Stop. 1 uur 26.01. Oké, okay. Die hebben 1,58 of 1,55? 1,55, dat kan dan niet 55 minuten? Nee, dat kan ook niet. Je kan niet een half uur sneller zijn. Maar dat betekent dat wij bijna een half uurtje sneller zijn dan iedereen. Ik denk dat we aan kop staan. Groep 3, jongens, groep 3. Waar? Daar. Tot haar schrik ziet Claudia de concurrentie en team 1 haast zich het water op. Woehoehoe! Olé! Op het koudste meer van heel de wereld. Claudia! Frederik, Pauline en Charlie zijn droog gebleven en ze zijn bij het laatste GPS-coördinaat. Eentje. 32, jongens. Kom snel die dingen uit. Oh, ze zijn begonnen met peddelen, daar is een groepje bezig. En die anderen zijn nog boven bij de vlag, zie je dat? En die anderen zijn boven bij de GPS-coördinaat. Ja. Kom binnen! Kom op, kut, ben je een echte kutter of niet? Hé! Hey. Mijn handen zijn zo koud. Zo dik. Kijk, daar komen ze. Oké, schoentjes weer aan en lopen. Zij gaan nu pas het water in. Nu pas. Oké, okay, klaar? Hey. En team 2 is nu vlak bij de finish. Ja, kom op jongens, de tijd. Stopwatch. Yo. Stop rechter. Ja. 2 uur en 32 minuten. Ah, top. Give me a high five. Charlie. Ja. Top. Jullie zijn team 1 voorbij geroest. Maar wat team 3 doet, dat kan ik jullie nog niet vertellen. Nee. Nou, wacht op de score. Heel benieuwd. Maar wat de score ook is, ik bedoel, dat zeiden we ook van, je kan gewoon alleen maar geven wat je zelf hebt en dat hebben we gedaan. En dan, ja, meer kan je niet doen. Oké, ga daarheen en ik zie jullie stadjes. Ja, tot ziens. Yeah! Go, go! Kom op, geef me de stopwatch. Pas op. Laatste hindernis. Yes! 3 uur 49. Dit was echt de zwaarste helling die ik gehad heb. Echt de zwaarste. Ja? Ja. En team 3 gelooft er heilig in. Zij denken namelijk nog steeds dat ze de snelste zijn. Bijna. De stopwatch. Wie heeft de stopwatch? Kom op, team. Snel. Even stop. Dat is niet normaal, hè? Nee. Echt waar. We hebben ook echt gebikkels met elkaar. Niet normaal. Ik kan amper gewoon nog staan, hè? Ik moest bijna huilen. Ik trok er niet meer. Bij mijn enkels, hè? Ik moest schreeuwen van de pijn. Een berg op. Maar schilder ik ook echt uit van de pijn, hè? Ja. Mag je die klote tas uit doen, of niet? Die tas. Die mag je, kom. Doe hem uit. Ja. Ja, dat is 20 kilo op je rug, hè? Ik weet het niet. Oh. Tijd voor de uitslag. Zo. Hello. Volgens mij heb je het alle drie mooie tocht gehad. Ook echt naar je zin gehad, ondanks die zwaar is geweest, hè? Dan gaat het natuurlijk om... Ja, echt. Ja, toch? Ja, prachtig. Ja. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, jij hebt het meeste afgezien van iedereen, volgens mij. Ik heb echt afgezien, ja. Ik heb ook niet genoten van alle mooie dingen om me heen. Nee. Ik vind het echt een prachtig land. Het gaat natuurlijk vandaag om wie het snelste is geweest. Team van Amanda, Ron en Claudia was duidelijk niet het snelste. Jullie zijn als laatste geëindigd van de drie. Oh. Dan gaat het dus tussen jullie twee teams. Wie is er het snelste aangekomen?
Het was het team van Frederik, Charlie en Paulien. Jullie staan op 1. Yeah. Blij? Zeker. Verwacht? Gehoopt eerder dan verwacht. Het ging zo gesmeerd. We alles goed doorgesproken, was heel harmonieus. 2 foutjes gemaakt. De rest liep helemaal volgens plan. Gefeliciteerd. Nu kunnen jullie kiezen tussen de geldprijs of de comfortprijs. Het is een Noors huisje. Lekker warm. Leuk. Goed eten. Een lekkere douche. Ja, nee, ik vind het helemaal niet... Ja. Lekker eten. Ja. Waar kiezen jullie voor? Ja. Toch? Charlie? Ja. Geldprijs? Ja. We praten meestal in punten, vinden we sympathieker. Dus wij doen 1000 punten. Oké. Okay. Zo ook geld belusten. Dus het geld is voor jullie? Lekker. Dien? Dien, je mag douchen vanavond. Kom op. Kunnen wij ik moet me weer met make-up doekjes gaan wassen. Je kunt er helemaal niks meer ruilen, maar jij bent vast hartstikke blij. Want je zit vanavond in een lekker huisje. Het is daar warm, het is goed eten. Jij kan onder de douche. Kunnen jij helemaal nergens meer blij mee maken. Geniet ervan. En jullie gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel.